Hi iedereen, vandaag heb ik voor jullie weer een do-it-yourself. En ik weet dat het super lang geleden is, maar ik heb gewoon een tijd lang geen inspiratie of motivatie gehad om do-it-yourself te doen. Maar goed, het was dus weer een beetje teruggekomen, dus vandaag heb ik voor jullie een do-it-yourself video. Ik had thuis nog een spuitbus met lijm liggen, die ik een keer bij de Action gekocht. En ik had ook zin om wat met glitters te doen, aangezien de feestdagen voorbij zijn, maar ik een kamer met een beetje hier en daar wat glitter wel heel erg leuk en gezellig vind staan. Dus vandaar dat ik deze twee dingetjes bij elkaar heb gecombineerd. En ik heb 3 leuke ideetjes die je met lijm en glitter kan doen voor jullie in deze video. Nou, wat heb je nodig voor deze do-it-yourself? Natuurlijk heb je lijm nodig, glitters, nepbloemen of echte bloemen, een paar kaarsen en een houten letter. Deze letter komt van Zenos en kost een paar euro. De lijmspray is van de Action. En verder gebruik ik ook glitters van de Zenos weer. Nou, verder is het belangrijk dat je wat kranten hebt neergelegd om je oppervlak te beschermen. Want we gaan werken met lijm. Dat kan met kranten of met aluminiumfolie. En hier ga ik gewoon de letter helemaal besprayen zodat hij helemaal plakkerig wordt. Zodat natuurlijk de glitters erop kunnen blijven plakken. En de glitters die tik ik gewoon uit het doosje of het busje. Maar je kan natuurlijk ook een lepeltje gebruiken als je dat iets makkelijker vindt. En zorg gewoon voor dat je de hele kant waar je de lijm hebt gespreid, dat die ook bedekt wordt met glitter. En dat kun je ook doen door even de letter heen en weer te bewegen. Erop te tikken en dan komen de glitters overal. Nou, dit is dan het eindresultaat. Vol met glitters en lekker glam. De volgende do-it-yourself is met kaarsen. Deze zijn van de Action, maar kan je natuurlijk ook bij de IKEA vinden bijvoorbeeld. En verder heb je plakband nodig. Dit kan dikke plakband zijn of dunne plakband. Het kan allebei. In deze do-it-yourself gebruik ik ook allebei. Hier zie je dikke plakband en daarmee ga ik wat plekjes afplakken op de kaars. En dan de binnenkant van de kaars, die blijft open zodat ik daar de lijm kan sprayen. En daar komen dan straks de glitters op. Nou, het leek me leuk om roze glitters te gebruiken, want dat steekt natuurlijk wel lekker af bij de witte kaars. En verder gebruik ik ook zilveren glitters, want dat leek me wel heel erg mooi samen staan. En er zorg gewoon voor dat deze kleuren een beetje in elkaar overlopen, zodat het een soort van mooi effect krijgt. En het overige glitters, die tik je gewoon eventjes eraf. Nou, daarna haal je de plakband eraf en dan kan je natuurlijk goed het design zien met de rechte lijn. Wat glittertjes kan je nog wegborstelen met een kwastje en dan ben je klaar met de eerste kaars. Nou, de tweede kaars doe ik ietsje anders en ik werk met dunner plakband en die leg ik in schuine banen erop. En daarna ga ik natuurlijk dit ook weer besprayen met de lijm, zodat daar straks weer de glitters op kunnen. En dan ontstaat er een heel mooi patroontje als je straks de plakband er weer vanaf haalt. En de laatste do-it-yourself is eigenlijk wel het makkelijkste. Je spreidt gewoon de lijm op de bloemen en deze dip je in de glitters. En het is leuk om elke bloem een beetje een ander kleurtje te geven. Dan wordt het een heel kleurrijk boeketje, zoals ik hier dus laat zien. En het is ook leuk om met verschillende bloemen te werken of verschillende groottes. En dan wordt het echt enorm feestelijk en lekker glitterig. En dit is echt enorm makkelijk om te doen. Nou, ik hoop dat jullie deze do-it-yourself zelfs leuk vonden om te zien. Laat vooral in de comments achter welke jij het leukste vond en welke jij ook wil gaan uitproberen. Vind ik altijd heel erg leuk om te lezen. Dan bedank ik jullie voor het kijken en dan zie ik jullie graag weer in de volgende video. Doei!